Ja, dames en heren, daar zijn we met een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Dit is de enige keer dat ik even een intro geef voor hetgene wat jullie gaan zien. Want dit wordt een hele vette nieuwe serie op mijn YouTube kanaal. Heel erg blij met de kans die ik heb gekregen vanuit Papendal en vanuit Vitesse dat er een hele mooie samenwerking is. Dus Papendal bedankt, de sporters van Papendal bedankt. Er gaan heel veel leuke afleveringen komen dit jaar nog en ook volgend jaar. Ik hoop dat we nog heel veel toffe sporten kunnen gaan doen. Maar vandaag gaan jullie dus de eerste sport zien die ik heb gedaan. En dat is judoën tegen Ilona Lucassen. Ik heb de video's zelf niet geëdit. Sommigen van jullie zullen misschien zeggen, doe het lekker langer, doe het misschien korter. Ik heb niks van deze beelden zelf geëdit. Die credits gaan allemaal naar media managers in Arnhem. Zij hebben dit geëdit, zij hebben alles bewerkt. Ze hebben met 2 cameramannen de hele dag mij gefilmd. Dus ik wil hun ook heel erg bedanken voor het maken van deze video. En voor het aanwezig zijn bij het opnemen, want dat heeft echt heel veel uurtjes gekost. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer ook even op mijn YouTube kanaal. Heel erg belangrijk. Like deze video. Zorg dat dit gewoon even een hele goede bekeken hit gaat worden. Het zou heel erg tof zijn. Zowel voor mij als voor Papendal en Vitesse. Dan hou ik nu lekker mijn mond. Kunnen jullie gaan kijken naar wat er allemaal gaat komen. Ik dus tegen Papendal. Dit is vandaag aflevering 1. Heel veel plezier. Yes mensen, mijn naam is Paske Rokers en vanaf vandaag gaan wij een nieuwe serie starten. Ik tegen Papendal en daarin ga ik het opnemen tegen topsporters van Papendal in allerlei soorten sporten. En vandaag beginnen wij met judo tegen Ilona Lucassen. Ilona, kan jij jezelf voorstellen en wat doe jij hier? Nou, ik ben Ilona Lucassen, 21 jaar en ik train bij de nationale selectie van judo op Papendal. Maar wat kan jij mij leren voordat we gaan echt beginnen? Wat zijn de basisdingen die eigenlijk heel belangrijk zijn voor judo? We beginnen met het achterwaartse val, zo noemen wij dat. Mm-hmm. Ja, doe maar gelijk mee. Je gaat op je heuken zitten. Laat je kin op de borst. Ja. En je laat jezelf dan achterover rollen. Maar op het moment dat je valt, sla je op de mat. Zodat je dan de val breekt, zeg maar. Oké. Okay. Dus ik laat even een keer zien. Oké. Okay. Maar die klap met je handen, dat is echt belangrijk. Dat is het belangrijkste, want daardoor breek je de val, waardoor je zachtjes landt. Dus stel je valt in. Ja. Oké, okay. Nou dat is 1. Ja, dan gaan we met een simpel rolletje, de koprol. Oké, okay, wat is de derde? Dat is de judorol gewoon, ja. Oké, okay, zo gaan we dat gaan doen. Het moet gewoon in 1 keer gelijk goed. Ja, ja dat is best goed. Ja, ik denk dat je er wel klaar voor bent. Om te vallen. Ja. Ik heb een trainingsmaatje erbij gehaald, die heb je extra ogen en kun je extra goed leren. En die staat ook de scheidsrechter bij onze battle. Ja, nou bedankt. Hoi, ik ben Hilde. Jij gaat mij de eerste techniek leren voor aanvallen, wat is? Ja, ik ga je een heupwurf leren. Ik ga je nou beginnen met de worren. Mm-hmm. Dan pak je de hand die je op de ver hebt, pak je door naar de rug. Pak je mm-hmm. zo diep mogelijk en pak je echt de jas zelf vast. Mm-hmm. Op dat moment maak je eigenlijk een soort 2-3 pas, zeg maar. Mm-hmm. Dus als rechts, links zet je er eigenlijk achter. En dan zorg je uiteindelijk dat rechts weer de voeten dezelfde kant op uit. En ja. Nu op een snel tempo, zullen we doen? Nou, dat is echt, ja. Dat is wel goed, hè? Nou, ik weet niet hoe ik moet verdedigen. Als het goed is, weet ik hoe ik moet aanvallen. Maar er zijn natuurlijk ook spelregels nog. Kan je daar iets over uit? Ja, bij een judo-wedstrijd is het voordat je begint groet je naar elkaar. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat je elkaar geen pijn gaat doen. Dat je respect hebt voor elkaar. En daarna zegt de scheidsrechter had je mee. En dat betekent beginnen. Mm-hmm. Wie een ippon scoort of die wint. Mm-hmm. En je kan ook een wasari scoren. En dat is dus een half punt. Ja. 2 wasai's is een ippon. Ja, en okay. 2 wasai's is een ippon. Oké, okay. Nou, duidelijk. Had je mee? Ja,
Ja, ik moet inderdaad even nog op aankomen. Want Ilona, echt heel veel respect voor je. Want ja, het is echt veel zwaarder dan denk ik dan menig men kan zeggen als ze kijken op tv. Het is echt heel intensief. Dus het staat 1-0 voor Ilona. Maar goed, het mooiste gaat nog komen. We gaan straks naar mijn e-sports ruimte en dan gaan wij FIFA doen en kijken of Ilona ook daar goed doet. We zijn nu in mijn e-sports ruimte. Ik heb net judo'd tegen Ilona. Ilona heeft laten zien hoe je echt moet judo'en. Ik had geen schijn van kans. Maar het goede nieuws is dus dat we nu kennis gaan maken met e-sports Ilona. Ja. Heb je er zin in? Ik ben wel benieuwd hoe goed ik ben. We gaan geen potje FIFA vandaag tegen elkaar doen. Oh, okay. Ik heb een andere variant bedacht en dat is skill games. Jij begint dus Ilona, jij mag zo vaak oefenen als je wil. Nou, meestal na een paar keer zeg je van ik heb het wel door. Daarna mag je dus 2 takes doen. Is je eerste take het beste, kun je zeggen van ik stop. Denk je van ik vond het toch niet een goede, dan doe je hem opnieuw. Maar doe je de tweede alsnog lager dan de eerste, dan telt wel je laagste score dan, de tweede dus. Je mag de controle pakken. Je mag ook in de master seat zitten, want deze stoel presteer je beter schijn. Brengt ook geluk. brengt heel veel geluk. Ga lekker zitten. En jij mag zo vaak oefenen dus als je wil. Nu gaan we voor het echi. Oké, Ilona, kom op. Daar gaat ie. Je hebt al geoefend. Het belangrijkste is gewoon, neem ruimte tussen al die pionnen. 11.048. Oké, we gaan ervoor. 3, 2, 1, go. Ja, trouwens. Ik ben heel erg bang dat ik ook tegen iets aanloop. Dit is wel een hele goede. Dit moet een. Nee, dit is geen nieuw record, helaas. 12.007. Oké, dat is nog mooi. Dribbelen brons heet deze. Ga oefenen, want deze is wel iets pittiger. 3, 2, 1. En dan gaan we, Ilona. Je hebt hem net echt perfect uitgevoerd, maar het belangrijkste is dat we straks op het einde hem er gewoon inschieten. Gewoon rustig in het midden. Ja. Heel goed. Ilona scoort maar liefst 37.000 punten. Lekker. En ik denk zelfs, ik ga hem vast incalculeren dat je misschien deze gaat winnen van mij. Lekker. Dan gaan we. Mbappé. Nee. Oh nee. Ik ren vol tegen. Ik mag gewoon niet eens meer verder. Ik mag niet eens meer schieten. Oké, dit is een hele grote achterstand. Want ik scoor dus hierdoor maar 34.720. Het heet dribbelen skill uitdaging. Tel af. 3, 2, 1. En dan gaan we. Maar nou is het ook niet echt handig als je snel gaat rennen, toch? Nee, bij deze moet je echt niet gaan rennen. Dit gaat goed, snap je? Ja, nog steeds. Zie je? Nu krijg je heel veel punten. Jouw score was 17.182, dat hoop ik wel te verbreken, want anders wordt het heel krap bij die laatste. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1. Oké, ik hoef maar 1 keer ook tegen zo'n stomme paal aan te lopen en dan net zoals deze is heel gemeen. 24.016. Deze is eigenlijk het leukste misschien nog, dit is gewoon een goal afwerken. Maar ging net ook niet zo goed. Je moet dus proberen te scoren, dus nu krijg je 1000, best netjes. Oh. Maar stel je schiet dus hoog, zoals nu. Kijk, zie je dat? Zo. Ja, gelijk 2.500 zelfs. Oh, ik moet wel. Ik vergeet elke keer te sturen. Ja, 16.000. Nog 1 kans. Zo, dit is wel echt. Je hebt mijn record verbroken. Oh, echt? We gaan ervoor. 3, 2, 1. Komt-ie. Oké, we beginnen in ieder geval goed. Ik ben, we zitten er al volgens mij overheen. Ja. Sorry, Ilona. Maakt niet uit. Je hebt heel goed je best gedaan, maar ja. Kijk, ik heb dit is heel bizar. Ik heb het heel vaak gedaan, deze skill game. En ik haal nu 20.297. Dit was hem dan, de FIFA skill game. Ik heb hem met een record in de laatste skill game gewonnen, Ilona. Maar jij was echt, vond ik, heel goed bezig. Ik hoop dat heel erg leuk. Ja, ik vond het heel leuk, ja. Ja, ik vond het ook wel lach om dit te doen, zeg maar, want dat zie je eigenlijk nooit echt, want je ziet alleen maar de echte FIFA. Ja, maar Ilona, heel erg bedankt. Ik vond het heel erg leuk om vandaag met jou jouw sport doen en jij kennis te maken met FIFA. Volgende keer gaan we weer een ander sport doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.